Politiek commentator Wouter de Winter. Ze is teruggekeerd, Niloufer Gundogan, na een slepend conflict met Volt natuurlijk. Ze gaat er vol voor. Ik probeer altijd zowel kritisch te zijn en constructief. En ik ga gewoon ongemakkelijke onderwerpen niet uit de weg. Ze vormt nu de 20ste fractie. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat we hier te maken hebben met een geval van zelfoverschatting. Als je de retour vandaag zag in de Tweede Kamer, weer maar een hele haag met nieuwsgierige journalisten, waar ze als een soort staatsvrouw ging vertellen dat ze toch weer terugkeerde en wat ze allemaal wel niet politiek van plan was. Wat ze op haar wensenlijstje heeft, ook bijvoorbeeld voor de begroting. Toen dacht ik wel bij mezelf, zou zij zich realiseren dat een heleboel mensen helemaal niet zitten te wachten op een 20ste fractie of de vervulling daarvan door haar. Het is een zetel van Volt. Zij heeft daar ruzie gekregen, ze gaat er nu weer mee vandoor. Maar het politieke werk wordt er niet slagvaardiger mee. En je ziet dat het gros van de afscheiders meestal ook echt niet het verschil gaat maken. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Hè. Geert Wilders is natuurlijk vroeger iemand geweest. Ook Denk is ontstaan uit een afscheiding. Maar er zijn ook heel veel eendagsvliegen. En ik denk dat zij alle zeilen moet bijzetten om te voorkomen dat ze een eendagsvlieg wordt. Want daar begint het wel een beetje op te lijken. Ja. En zie, hoe kijk jij naar al die afsplitsingen en naar die 20 fracties in de politiek? Is dat onwenselijk? Ik weet niet wat we ermee opschieten. Het is namelijk niet zo dat alle 20 fracties een unieke bijdrage leveren. Je ziet natuurlijk wel verschillen her en der. Links-rechts verschillen, maar ook verschillen die uit een andere motivatie voortkomen. Maar 20 verschillende verhalen, die heb ik hier nog nooit echt gehoord. Het sluit toch heel vaak bij op elkaar aan. Rutte heeft het er maar druk mee. Ja, hij wil graag met de partijen afkaarten of er nog wat wensen zijn voor de voorjaarsnota. Ja. Maar dat zijn 20 fracties waar hij langs moet. En niet alleen maar wensen, het is eigenlijk een bedeltocht. Hè? Het is niet van willen jullie misschien nog iets bijdragen? Nee, willen jullie alsjeblieft onze plannen steunen? Ja. En wat kunnen we daar als wisselgeld eventueel tegenover stellen? Dit is meer ja, toch een keuze uit armoede, een tocht uit armoede. Want ze hebben gewoon niet de zetels in de Eerste Kamer, wel in de Tweede Kamer. En ze moeten dus nu met de hand omhoog rondlopen hier in het Tweede Kamergebouw bij drie fracties, bij PvdA, bij GroenLinks en bij JA21 in ieder geval, omdat dat de partijen zijn die met hun zetelaantallen in de Eerste Kamer de begroting aan de meerderheid kunnen helpen. Ja. Ik zag bij Sigrid Kaag, de minister van Financiën, nou ook niet iets alsof ze dacht, dit heb ik mijn hele leven willen doen. Zij was natuurlijk ook wel van het nieuwe leiderschap, een nieuwe bestuurscultuur, maar tegen al die kopjes koffie drinken om andere politici of collega's binnen te trekken. En wat moet ze nu doen? Overal koffie drinken met al die verschillende partijen om te kijken of zij haar aan voldoende zetels in de Eerste Kamer kunnen helpen. Kortom, het ging allemaal toch een beetje met lange tanden. Dan nog Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken. Die is op dit moment, als we dit opnemen, in Kiev. Gaat ook nog Zelensky, de Oekraïense premier, ontmoeten. Is toch een bijzonder bezoek. We hadden al een beetje een vermoeden toen gisteren het regeringsvliegtuig vertrok vanuit Zuid-Limburg, waar Hoekstra natuurlijk een toespraak gaf gisteren over Europa. En landde ergens in de buurt, in Polen, in de buurt van de grenzen met Oekraïne. Vind je daar nog iets opvallends aan? Nou, waar het natuurlijk toch wel een beetje wat boven de markt hangt, is of Nederland van positie gaat wisselen in de toetredingsdiscussie tot de Europese Unie. Hè? Nederland vindt dat op dit moment geen goed plan, omdat Oekraïne ook voor de hele oorlog die Rusland is gestart in Oekraïne niet uitblonk als een baken van rechtsstatelijkheid, zullen we maar zeggen. Veel corruptie en allerlei andere redenen waarom het nog best een hele lange tijd zou kunnen of moeten duren voordat Oekraïne überhaupt in beeld komt als kandidaat lidstaat. Maar je ziet dat er vanuit Europa, vanuit de Europese Commissie, met die Ursula von der Leyen echt gewapperd wordt met de papieren. En ze had gisteren in haar toespraak in Straatsburg ook nog maar eens over hoe belangrijk het aansluiten bij de Europese familie voor Oekraïne wel niet is. Dus ja, als de druk heel hoog wordt, ben ik heel erg benieuwd of Nederland het verzet daartegen tegen kan volhouden. Of dat ze daar misschien op een gegeven moment van positie gaan wisselen. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat in de gesprekken die vandaag ook plaatsvinden in Kiev tussen Hoekstra en Zelensky, dit onderwerp ook aan de orde komt. Mm.